Hallo, ik ben Anne-Sophie en dit is de kortste talkshow ooit. Ik neem jullie mee langs verschillende thema's met inspirerende concepten die jouw leven net dat tikkeltje beter kunnen maken. Dit is Stories of a Generation. Het is in tijden zoals deze niet evident om nieuwe mensen te ontmoeten of je huidige contacten te onderhouden. So, let's connect. Onze eerste gast is Lode de Vlier. Hij richtte als student de app Scouter op, een dating-app voor jeugdbewegingen en telt momenteel al meer dan 11.000 leden. Ik zelf zit niet in een jeugdbeweging, maar ik kan me voorstellen dat in tijden zoals deze de app Scouter als een geschenk uit de hemel komt voor vele scoutjes. Ah, hey Lode, alles ça va? Hey Anne-Sophie, ja, met mij is alles zeer goed. En met jou? Ja, dat gaat. Zeg, hoe ben je er eigenlijk opgekomen om Scouter te starten? En wat maakt het nu net zo anders dan de classic dating apps die we al kennen vandaag de dag? Ja, het was eigenlijk een 1 april grap die we samen met de vrienden hadden. En die is uiteindelijk waar geworden. Wij mikken vooral op jeugdbewegingen. En dat bij de andere datingplatformen. Die gaan zeer globaal en die gaan eigenlijk naar geen specifieke groepen kijken. En wij wel. Oh, wauw, geweldig. Zijn er eigenlijk al veel relaties uitgekomen of vooral vriendschappen? Ja, we zitten op dit moment ongeveer met 1300 echte relaties dan mensen ons hebben laten weten. En vriendschappen, ja. Dat hoop ik uiteraard ook. En hoe worden de scouters dan gematcht? Een beetje hetzelfde concept als Tinder. Je maakt een account aan en je swipet en dan begint je te chatten en dan afspreken. Ah, oké. En wordt de app ook veel gebruikt in coronatijden? Ja, met corona is het voor ons vrij positief geweest. We hebben een zeer grote groei gehad met ons bedrijfje. Dus wij zien het alleen maar positief op dit moment. Ja, en last but not least, hoe zie je de toekomst van Scouter? Ik hoop dat ik mijn fulltime job ervan kan maken, maar dat is allemaal nog niet zo zeker. Je hoort het goed. Zit je in een jeugdbeweging en wil je nieuwe mensen leren kennen? 1 adres, Scouter. Lode, super bedankt om hier te zijn en succes nog met alles. Dat is zeer graag gedaan. Bedankt voor de interview. Dada. Dada. Voor we overgaan aan onze volgende gast is het tijd voor een streepje muziek. Zussen Kalinka en Ahanna richten als tentondernemers het Rabotkoor op. Zij zien muziek als het middel van verbinding. Laten we samen wegdromen met Sing Mavis 2. Vaarwel mijn griet en ik ga naar zee. De wind is reeds noordoost. Het schip ligt zeilklaar op de ree. Dus grietje, wees getroost. Straks kom ik weer naar het vaderland en word jij mijn vrouw. Ik heb mijn hart aan u verpand, ik reken op uw trouw. Dus grietje, denk dan ook aan mij, beschouw u reeds als bruid. Ga nooit met knapen wie het ook zijn, ga nooit met anderen uit. Oh, ik ben echt helemaal weggedroomd. Merci. Als jij je vrienden ook niet meer kan zien en je bent dat hele digitale gedoe zoals ik kotsbeu, dan stuur toch gewoon een kaartje. Dat is ook wat Sophie van der Straten dacht. Zij is student-onderneemster en begon eind augustus 2020 in volle pandemie met Zijstraat, waarmee ze kaartjes ontwerpt en verkoopt. Hey Sophie, blij dat je bij ons bent. Ça va met jou? Dag Sophie, heel blij om hier te zijn. Alles goed. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen voor Zijstraat? Wel, dat is een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik wou wel al langer iets ondernemen, maar ik wist niet goed wat of hoe. En dan ook met mijn studies, dat is heel wetenschappelijk, dus daar kan ik mijn creatieve kant iets minder in kwijt. En dan kwam de lockdown en viel het contact met mijn vriendinnen eigenlijk zo wat weg. En omdat ik dat wel heel hard miste, dacht ik van ja, waarom stuur ik ze niet een kaartje en waarom maak ik die dan gewoon niet zelf? En zo is Zijstraat eigenlijk begonnen. Waarom heb je eigenlijk voor kaartjes en print gekozen in de digitale wereld van vandaag? Je zegt het zelf eigenlijk al een beetje. Alles is digitaal nu en nu nog meer is alles online. En ik vond het wel leuk om daar dan een beetje een tegenwicht aan te bieden door iets te hebben dat je ook fysiek kunt vastpakken. En daar gaat mijn sms toch iets minder. En wat typeert nu net jouw kaartjes? Wel, dat je ze voor alle gelegenheden kunt gebruiken en ook dat je ze zelf nog kunt personaliseren, dat je er echt je eigen ding mee kunt doen. Ja, je studeert momenteel biomedische wetenschappen. Valt dat wat te combineren met Zijstraat eigenlijk? Het is wel pittig, maar met een goede planning lukt dat wel. En het
nadeel van nu heeft natuurlijk ook een voordeel. Omdat ik zoveel thuis zit, is dat wel iets gemakkelijker ook om daar dan tijd voor te vinden. Ja, en nu misschien de belangrijkste vraag. Wat is het laatste kaartje dat jij verstuurd hebt? Wel een Valentijnskaartje naar mijn zus om te zeggen dat ik haar heel graag zie. Oh, superleuk. Bedankt, Sophie, voor het leuke gesprek. Jij ook bedankt. Je ziet het. Twee enorm leuke concepten om te blijven connecteren met de mensen om je heen en zelfs een mogelijkheid om van straat te geraken. Ik ben Anne-Sophie en dit was de eerste aflevering van Stories of Generation. Salut!